Ik heb een coole beauty tip voor jullie. En dat is leuk om te doen als je op vakantie bent. Maar het kan eigenlijk ook in Nederland. Het is jammer dat de stand nu net een beetje vies is. Hij wordt echt elke dag schoongemaakt. En ik ben net op het moment gekomen dat hij net straks schoongemaakt gaat worden. Maar ik laat hem toch even zien. Het is een beetje aan het omweren hier. Maar dat is dus normaal voor Jamaica. Oké. Kennen jullie dat? Dat als je een zee hebt. Kijk, dit is dan. En dit is een aangelegd strand hoor, maar dat maakt niet uit. Dat er aan het einde van dat foam ligt. Van dat wittige schuim. Nou, dat zit echt boordevol mineralen. En dat is echt heel erg goed voor je huid. En wat je moet doen, is je moet daar doorheen lopen met je voeten. Misschien ken je de tip al, maar het is dus. Je voeten die staan natuurlijk in verbinding met je hele lichaam. En dat zijn dus alle mineralen, vitamine, alles wat uit de zee komt, dat zit in dat schuim. En ga met je voeten er doorheen en je voeten zullen super zacht zijn. En ja, het is gewoon heel gezond voor je. Dat is dus mijn tip. En verder heb ik nog een tip wat betreft zand. Want kijk, oh, mijn voeten mogen niet nat worden. Ik heb net de pedicure gehad. Dit is natuurlijk het allerbeste scrubmiddel wat er is. Dit is dan heel erg zacht zand. Kijk, pak het zand wat dan een beetje doorweekt nat is. Niet dit, dit is te grof als het echt wel een beetje droog is. Maar pak dit, wat echt waar het water nu doorheen gaat. En scrub hiermee je lichaam. Wat je ook kan doen, je kan zeg maar je lichaam helemaal hiermee insmeren. Dan even blijven zitten en daarna eraf halen. Die is ook heel erg lekker en het zorgt ervoor dat je huid heel erg zacht wordt. En zeker als je een bruin kleurtje wil behouden. Dan moet je dit doen, de eerste dag gelijk als je op vakantie bent. Gelijk je hele lichaam met het zand scrubben en dan zal je bruine kleur langer blijven.